Het Leger des Heils wil 30 ex-criminelen onderbrengen in dit pand in de Moestraat. Omwonenden zijn hier niet blij mee en willen naar de rechter stappen om het plan tegen te houden. De ex-gedetineerden snappen wel dat buurtbewoners zich zorgen maken, maar ze willen die zorgen graag wegnemen. De vooroordelen gaan wel een beetje ver, vind ik. Dus... Waarom? Nou, ik heb gehoord dat wij verkrachters genoemd en moordenaars genoemd worden, maar die zitten hier zeker weten niet tussen. Hier wonen gewoon goede jongens, zeg maar, die iets in het verleden wat hebben gedaan, die nou weer iets proberen op te bouwen. Daar hebben ze nog genoeg tijd voor, want de gemiddelde leeftijd van de jongens is 26 jaar. Alle bewoners hebben psychiatrische problemen of zijn in aanraking geweest met justitie. Er zijn denk ik mensen met kleine dingetjes zoals mishandelingetjes. Eén keer een fout ingegaan, misschien schulden gehad, maar die hebben kort gezeten. Volgens mij hebben de meesten maar een paar weken gezeten die hier zitten. Hoe was jij vroeger? Niet lief. niet lief. Gewoon een boef, zeg maar. Wat voor dingen deed je dan? Inbraken en zo. En verder, gewoon inbraken alleen. En waarom doe je dat nu niet meer? Nou, ik heb 2 keer in mijn leven, zeg maar, vastgezeten. En daar vind ik nou wel meer als genoeg geweest. De bewoners hebben hun straf uitgezeten en willen graag terugkeren in de maatschappij. Dit kunnen ze nog niet zelfstandig en daarom krijgen ze hulp van het Leger des Heils. Ik moet weer verder, ik ben nu 21, dus geen tijd meer voor kleine dingen en onzin aan mijn hoofd. Wat wil je dan? Gewoon weer een lekkere leven zonder stress. Gewoon lekker naar school gaan, mijn werk. Nou heb ik hier weer een beetje mijn leven opgebouwd en dat wil ik zo houden, zeg maar. Niet meer de foute kant op gaan. Wat wil je dan met je leven? Waar leef je nu naartoe? Werken en een eigen woning. Volgens de bewoners hoeft de buurt zich geen zorgen te maken, want ook zij willen gewoon een rustig leven. Bovendien hebben de jongens, die nu nog aan het Damse Diep wonen, nog nooit klachten gehad van omwonenden. U bent de buurvrouw. Heeft u wel eens last van de overkant? Nee, nooit. Ik heb tot nu toe nog nooit last van ze gehad, maar ik woon er nog niet zo lang. Alles kan in overleg, vind ik. Dus als er wat is, kunnen ze gewoon aankloppen, vind ik. Wat voor buurman ben jij eigenlijk? Een lieve buurman. Eentje die veel muziek draait, verder heb je geen last van me. Vanavond organiseren het Leger des Heils, de gemeente en Levier een bijeenkomst voor buurtbewoners om hen meer informatie over hun nieuwe buren te geven.